opleiding. Er zijn eigenlijk heel veel verschillende positieve ervaringen geweest. Ik zie het zelf graag als puzzelstukjes. Bijvoorbeeld in onze minorperiode heb ik samen met een klasgenootje een boek geschreven. Maar ik heb ook samengewoond met wat klasgenoten in de eerste, in een studentenhuis. En ook de reizen die we hebben gemaakt met school. Al die kleine dingen die maakten het wel heel positief. Als ik een prijs had kunnen winnen op de opleiding, dan zou dat zijn de grootste stresscup zijn, denk ik. Ja, dan wel een combinatie in die stressvolle situaties, ben ik wel de meest nonchalante. Ja, mijn toekomstplannen. Ik wil volgend jaar nog niet fulltime gaan lesgeven. Ik weet niet of ik dat ooit wil gaan doen. Ik zie mezelf wel heel erg als een docent. Maar ik zie mezelf op dit moment misschien wel meer als een maker. Dus ik wil heel graag kunst voor mezelf gaan maken. Ik wil ook graag vooral avondeten om normale tijden. Dat vind ik wel een belangrijke.